Goedemorgen allemaal, het is vrijdagochtend, het is bijna 9 uur. Ik ben aangekleed, ik heb dit jurkje aan en een panty. Ik zit nog helemaal op mijn roze wolk jongens, mocht je het gemist hebben. Ik heb de Women's Health Fitlist gewonnen en ja, het was echt zo geweldig woensdagavond. Gisteren ook zoveel lieve berichtjes gekregen van iedereen. Echt, ik ben totaal overdonderd. Dus iedereen, dankjewel. Ik heb geprobeerd het bij te houden en iedereen in ieder geval een like te geven. Maar dat is me niet gelukt, het waren er zoveel. Dus sorry als ik niet gereageerd heb op jouw berichtje. Maar ik vind het gewoon allemaal super leuk. Ik heb hier trouwens de bosbloemen staan die ik heb gekregen en hier ook de award. En ik had zeg maar voor het winnen van de categorie heb ik ook een, hoe noem je dat? Een medaille gekregen en die hangt serieus naast mijn bed. Ik vond het gewoon heel leuk. Maukie en Molly die zijn hier ook lekker aan het chillen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen ladies. Molly slaapt, hallo. Maar ik ga jullie ook nog even wat laten zien, want ik heb nieuwe schoenen. Zoals jullie weten mag ik af en toe een paar schoenen uitzoeken op de website van Sasha. En zoals jullie ook weten doe ik eigenlijk niet zoveel onbetaalde samenwerkingen waarvoor ik alleen een product krijg. Maar voor Sasha maak ik altijd een uitzondering. Maukie is hier. Mocht je denken, wat is dit? Maukie is hier. Die gaat altijd overal direct op zitten als je het wilt uitpakken. Hé Maukie? Ja, maar voor Sasha maak ik graag een uitzondering en doe ik dus wel een onbetaalde samenwerking. Ik krijg hier alleen de schoenen voor en dat is puur omdat ik al jaren op deze manier met hun samenwerk. En ik kocht daarvoor ook altijd of heel vaak mijn schoenen bij Sasha. Ik ben echt gewoon ontzettend oprecht fan van die winkel. Dus ja, dan vind ik niet dat ik moet stoppen met de samenwerking op deze manier omdat ik toevallig meer volgers heb gekregen. Want zij steunen me ook toen ik nog niet zoveel volgers hadden. Dus vandaar dat ik die keuze maak. Jullie willen nu weten welke schoenen ik heb. Nou, dat kan niet, want Maukie zit erop. Maukie, ga er eens af. Ga er eens even af. Ik wil mijn schoenen laten zien. Ik ben er zo ontzettend blij mee. Het zijn namelijk hele toffe cowboy boots. Echt super tof. Ik zet hieronder eventjes een link. Ik ga ze nu aantrekken. En dan zal ik even mijn complete outfit filmen. Ja, kijk dan. Ik vind dit echt zo leuk. Echt heerlijk. Ze zijn ook precies zeg maar de goede maat. Ik heb altijd maat 39 en bij Sasha ook. Ja, ik vind ze helemaal geweldig. Super bedankt Sasha. Ik heb vanmorgen een video opgenomen en al een stukje en toen was mijn batterij leeg. Ik ben inmiddels weer thuis. Dus nu heb ik wel weer een batterij. Maar ik ben heerlijk wezen lunchen met vriendin Ati en haar zoontje. Was super gezellig. Ik heb een lekkere grote club sandwich gehad met vriendjes erbij. Daar had ik heel veel zin in. De poezen zijn nog steeds heel lui. Dus dat is lekker. En nu ben ik weer thuis en ga ik weer verder werken. Lekker nog wat werk kunnen doen. En wij zijn met z'n tweetjes even door het huis gevlogen met schoonmaken. Dat hebben we echt goed gedaan. Goed hè? Ja. En nu hebben we elkaar een schop onder ons kont gegeven. Nou, ik heb hem nog niet gehad hoor. Nee? We hebben allebei niet zo'n zin om te sporten, maar we moeten van onszelf. We gaan ons nu weer even een schop geven. En ik ga eventjes een andere training doen dan tot nu toe. Die januari training die ik nu 4 weken heb gedaan, daar was ik vorige week een beetje klaar mee. En vorige week heb ik voor het eerst weer een beetje op een andere manier getraind. Juist net weer even wat zwaarder en meer, ja, glute focused weer. Dus meer richting billen. En daar had ik heel veel plezier in. Dus dat ga ik vandaag ook weer doen. Het is 5 uur vrijdagmiddag, dus ik denk dat het niet zo druk is. Als dat inderdaad zo is, dan ga ik weer filmen. Ik heb ook weer eens een crop top aangetrokken. Want zoals jullie weten doe ik dat eigenlijk nooit naar de fitness. Maar vooral om het beeld wat ik dan afgeef. Dan denk ik, ja, nu is het toch niet druk in de sportschool. Ik vind het wel mooi. Dus weet je wat? Laat ik het gewoon weer eens doen. Wat zeg je? Wat voor beeld geef je dan af? Wat voor beeld geef ik af? Ik denk dan van dat je zo'n show-off bent of zo. Oh. Ja, weet ik ook niet, maar dat is mijn gevoel. En dan denk ik, joh, misschien zitten mensen met een klein beetje overgewicht of met heel veel overgewicht er helemaal niet op te wachten dat er zo'n meisje met een strakke buik in een crop top langskomt. En na het sporten is het tijd om te eten. Het is inmiddels 7 uur en ik heb een maaltijd die ik heel graag eet, maar die ik al best wel tijd niet had gegeten. Ik heb een mega berg groenten met lekker 2 vega burgers. Ik heb dus geen aardappelen of zo erbij, maar dan wel lekker 2 burgers. En dit zijn de groenteburgers van de Albert Heijn. Die vind ik echt heel erg lekker. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Het is wel al 11:30. Ik heb heerlijk ontspannen opgestart. Ik ben nog even langer in bed blijven liggen met de poesjes samen. Dat was heel gezellig. En gewoon even filmpjes gekeken. Toen ben ik me gaan omkleden. Heb ik even een banaan gegeten en een kop gemberthee gedronken. En toen ben ik gaan hardlopen. Ik denk ongeveer een kilometer of 8, 9, zoiets dat ik gelopen heb. Ja, zoiets. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik loop dan echt gewoon zonder horloge, zonder dat ik mijn snelheid ken of wat dan ook. Gewoon ontspannen. Dus dat vind ik super fijn. Toen belde een vriendin dat ik bijna klaar was. Dus dan heb ik even een half uur met haar aan de lijn gehangen. Doe ik bijna nooit bellen met vriendinnen. Maar nu was het, ja, ik vind het wel heel gezellig natuurlijk. Maar het zit gewoon nooit in mijn systeem om mensen te bellen. Doen jullie dat? Bellen jullie met vriendinnen? Let me know. Of ja, ik dus eigenlijk bijna nooit. Ja, ik zou het vaker moeten doen eigenlijk. Want veel van mijn vriendinnen wonen ook best wel ver weg. Dus ik zou het vaker moeten doen. Nu heb ik een echt ontbijt, want die banaan was natuurlijk geen echt ontbijt. Bosbessen met kwark en lekker veel muesli. En ik heb nog een kop verse gemberthee. Dit ga ik lekker opeten en dan douchen. Zo, ik ben gedoucht en ik heb mijn haren gewassen. En het wordt weer even lekker een make-uploos dagje, heb ik besloten. Nu heb ik een lunch. Nou ja, het is 2:15, dus ja, late lunch. Oké, ja, het is wel lunch. 2 boterhammen met 2 gebakken eieren en ketchup erop. Ik ga denk ik lekker gewoon even een filmpje voor mezelf uitkiezen die ik ga kijken. Of misschien iets anders, maar in ieder geval ik heb zin om iets te kijken op Netflix of op Videoland of zoiets. Is het je wel eens opgevallen, dat kreeg ik laatst als comment, dat mijn ogen ongeveer dezelfde kleur zijn als onze muur? In sommige belichtingen, nu zie je dat heel goed. En nu matcht mijn trui er ook nog eens bij. Dus trui, muur, ogen. Jongens, ik heb nog iets speciaal voor jullie bewaard. Want het leek me super leuk om in de vlog uit te pakken. Zo, ik kwam even niet uit mijn woorden. De goodie bag van het Women's Health Event. Ik ben heel benieuwd. Nee, dat is niet waar. Nu ga je echt liegen. Ik wou echt zeggen, ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Maar ik weet al wat erin zit, want ik heb het al gekeken. Maar ik vind het super leuk om met jullie te delen. Ik ga gewoon random, ga ik hier dingen uitpakken. Allereerst heb ik hier iets van Hanna. En Hanna is een skincare merk. Ik kende het al. En dit is een zonnebescherming in factor 50. Dus dat is super handig. Ik ga deze dingetjes telkens weggooien en alleen die bewaren. Hier zit een powerbank in. En ik moest heel eerlijk zeggen, toen ik het doosje openmaakte en het dingetje eruit haalde, dacht ik, wat is dit? Kijk, dit kwam eruit. Dit is ook een beetje squishy. En ja, er zit een stekkertje bij. En ik dacht, ja, hè? Ik denk dat je wel snapt wat ik je... Nou ja, je snapt het. Goed, we gaan door naar het volgende. Een shampoo. Is dit een shampoo? Ja, een shampoo van André Lons. Sport Care and Fresh. Super fijn. Die gaat gewoon de douche in. Dit is een natural deodorant van het merk Pure Aura. Ik ken het niet. Nou moet ik ook zeggen dat ik niet zo heel erg thuis ben in beauty. Ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. Dit is dus puur natuurlijke deodorant. Maukie die komt er ondertussen ook bij. Hallo, kom je ook kijken? Dit is een eiwitshakeje-achtig iets waar ik super enthousiast over ben. Er zitten 162 calorieën in deze hele fles en 25 gram eiwit. Dus dat is echt best wel veel. Wat ben je nou aan het opeten, Maukie? Doe eens niet. Dan hebben we hier een handcreme van Knijp. Altijd fijn. Een Arnica sportmassageolie van Beleda. Ook super fijn. Hier is van Clarins. Goed. Een Moisture Rich Body Lotion. Je kan het niet goed zien. Zo doen beautybloggers altijd. Ja, kijk, nu kan je het wel een beetje zien. Maar hij is toch nog ook een klein beetje overbelicht. Hier hebben we een Room Spray, een eau de parfum. Oh, hij ruikt echt heel lekker. Een beetje, ja, wel een beetje mannelijk, maar ik hou er echt van. Een Room Parfum. Nog nooit gehad, moet ik heel eerlijk zeggen. Dan een Jacob Hooy dagcreme. Ik ken dit merk niet. Super Collagen staat erop. Dus het zal wel goed zijn tegen rimpels. Dan een eiwitreep. Altijd welkom. Chocola. 85% Serious Dark Chocola. Ook altijd welkom. Dit is een MCT-olie. Een gefractioneerde kokosolie. En ik had al eventjes gelezen dat je het op je, in je haar kan smeren. Of op je huid kan smeren. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dan het Women's Health Magazine. Maar ik heb deze al. Want hier stond de vermelding in, zeg maar, van de fitlist. Dus deze heb ik al ergens liggen. Maar toch, ja, altijd leuk om door te lezen. Dan, omdat ik een van de winnaressen was, heb ik een voucher gekregen voor een Hanna Experience. Dan kan je, zeg maar, een behandeling doen van je huid. Lijkt me super leuk. Het is alleen wel in Voorthuizen. Voorthuizen, goed. Ik heb niet echt een idee waar Voorthuizen ligt. Maar het zal wel ergens in de Randstad zijn. Dus dan moet ik even kijken of ik dat met iets kan combineren. Dan heb ik hier een zakje eiwitpoeder. Ook altijd handig. Hier nog wat kaartjes en zo. Stay charged en stay fit. Ja, wat informatie van allerlei dingetjes. Dan hier nog een lip butter. Is het de lip butter? Ja, een vegan, 100% natural, 0% petroleum, quick fix voor dry lips. Hij ruikt nergens naar. Nou, altijd ook komt dat van pas. En dan Yummy Gums, ja, Hair and Beauty staat erop. Hier ben ik nooit zo heel erg fan van, want er zit 6000% van vitamine B8 in en ja. Ik ben er niet zo fan van. Denk ik, ja, dat heb je gewoon niet helemaal nodig. Maar goed, dus ik, ja, wat ik met deze dingen ga doen, ja, ik weet het heel eerlijk gezegd nog niet. Maar dat was dus de goodie bag. Over het algemeen ben ik er echt super enthousiast over. Echt heel leuk. Het is net een verjaardag als je al deze dingetjes uitpakt. De mister is thuis en ik heb lasagne gemaakt en wij gaan lekker eten. Oh, en jullie zagen me net vreubelen aan project buffelschedel. Jongens. Ja, ik ga Maukie binnen laten. Maukie binnen? Kom maar. Hallo. Oh, het regent ook. Dan komt Molly ook wel zo binnen, denk ik. Maar ik geef het op, jongens. Het is echt gewoon niet te doen. Echt, ja, alles, elke keer als ik het weer een stukje vastzet, gaat er weer een ander stuk los. En het is op dit moment alleen maar frustratie. Dus ik ga het echt opgeven. Het is gewoon, ja, moeilijk. En misschien zijn er mensen die hier heel goed in zijn, maar ik val daar niet onder. Goedemorgen. Eerst moeten we belangrijke dingen doen op deze zondagochtend. Lach je nou? Ja, het lucht heel erg op. Zo, jongens, begrijp me niet verkeerd. Ik heb best veel geduld met zulke soort dingen. Maar dit vond ik gewoon echt niet te doen. Wat is er, Maukie? Vond jij het ook niet te doen? Nee, die hielp ook niet echt, hè? Nee. Maar nu kan hij gewoon het autopier in. Zo, super lekker gesport. Jij ook? Zeker. Zeker, mooi. Ik heb een ontbijtje. Die ga ik lekker opeten. Ook al is het al 11:30. Maar ik heb voor het sporten niks gegeten omdat we al bijna weggingen. Wat ik aan het doen ben is een Fitbit aan het dragen. Want ik heb een Fitbit gewonnen, zeg maar. Toen tijdens het Women's Health Event. Dus daar ben ik super blij mee. Sven heeft hem een paar dagen omgehad. Want dat vond hij heel leuk. Vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Mooi, mooi. En nu heb ik hem om. Wat waren je grootste bevindingen vanuit de Fitbit? Dat ik mega veel calorieën verbrand. Ja, maar daar waren we al achter. Ik heb laatst trouwens een artikel geplaatst met daarin Sven's eetdagboekje. Mensen waren echt gechoqueerd over. Maar ik denk echt dat ik bijna 9000 calorieën verbrand in 2 dagen of zo. Ja, inderdaad. Ja, dus echt ongeveer 4.500 per dag of zo. Dat is best veel. Ja. Dat red ik net niet. Jammer. Anders had ik veel meer kunnen eten. Dat was echt leuk geweest. Oh. Als je per se naar buiten wilt, maar het regent. Wat ga je dan doen? Gezellig met z'n tweeën onder de tafel zitten. Gekke beesten. Ik heb niet eens meer gevlogd toen we in de auto zaten. Ik hoop dat je me kan verstaan. Maar we zijn gaan kijken bij Battle of the North. Dat is een crossfit wedstrijd. En daar zijn we bijna elk jaar tot nu toe geweest. Heb je er zin in? Ja, zeker. Ja, dus we gaan even kijken. Toch is het echt knap hoor. Ze moeten ook allemaal lopende handstand. Ja, je moet het maar kunnen. Ik doe het er echt niet na. En die is goed hier in. En we gaan weer lekker naar huis. Het was wel even leuk om te zien, maar we hadden het op een gegeven moment wel ook gezien. Ja. Ja. Ik kan niet zo goed uitleggen waarom. Op een gegeven moment waren we gewoon... Ik snapte er niks van. Voor Sven was het te chaotisch. Ze legden alle dingen niet op één lijntje neer. Ja, maar ook als je niet gewoon in die wereld zit, dan zie je gewoon mensen heen en weer gaan. En je hebt geen idee wie hoeveel heeft en wie ervoor staat. Ja, dat kan je inderdaad duidelijk. Je echt, maar goed, dat zeggen ook mensen over golf dus. Ja, ja, bij golf is dat ook zo inderdaad. Maar ik heb net een pokeball gehaald. Super lekker. Die ga ik straks thuis opeten als avondeten. En voor de rest gaan we denk ik lekker chillen. Heb jij nog grote plannen? Nee, slapen denk ik. Slapen? Ga je echt slapen? Ik denk het wel. Oh, ik ga denk ik lezen. Weer lekker verder in mijn boek. Ik ben nu nog steeds bezig met de 7 zussen deel 4. Ik vind het onwijs leuk. Maar ik heb het de afgelopen tijd even niet meer gelezen. Dus dat is weer hoog tijd. De Molly en Maukie trein is weer on the roll. Wij kijken Riverdale. Ik zit er wel weer een beetje in. Jij? Ik ook. Ja? Ja. Oké. Okay. Het is wel een beetje creepy, maar goed. Echt creepy, want die chip is ook creepy. Ja, die chip is creepy inderdaad. Chick heet die. En ik heb weer mijn favo melk met een beetje zoetstof en koffie erin gemaakt. In onze bruiloftbeker. Jee, één van onze bruiloftbeker. We hebben er 2. En toen was het alweer maandagochtend. Het is tijd om de vlog af te sluiten. Wij hebben gisteren heerlijk genoten van ons avondje samen. En op een gegeven moment gingen we naar boven. En toen we eenmaal boven waren kwam ik erachter. Oh, mijn telefoon wou ik zeggen. Nee, mijn camera ligt nog beneden. Dus... ik had besloten, weet je wat, ik sluit de vlog morgenochtend wel af. Dus bij deze. Ik heb natuurlijk weer op Instagram gekeken wat jullie gedeeld hebben met hashtag Optima Vita. Of waarin jullie me getagd hebben, @OptimaVita. Allereerst een foto van Ashley met 2y's .fit met 2t's. En zij heeft een prachtige quote die ik serieus nog nooit had gehoord bij haar foto gezet. If you get tired, learn to rest and not to quit. En ik vind dat echt... echt een hele mooie quote, want het is zo waar. Dankjewel voor het delen, Ashley. En een foto van Linda Dijkman. Ik heb al vaker een foto van haar gedeeld. Linda is een van mijn cliënten, zit topsporter. En samen proberen we haar voeding zo optimaal mogelijk te krijgen. En ze deelt ook in haar berichtje... dat we er bewust voor hebben gekozen. Kijk, je moet weten, topsporters, zeker topfietsers, die hebben heel vaak als doel om een klein beetje af te vallen. Want alles moet je meenemen op de fiets. Maar bij haar zijn we erachter gekomen, sowieso heeft ze een schildklierprobleem. Dat deelt ze ook in het bericht. Het is niet dat ik dit nu tegen jullie deel, maar zij heeft het al gedeeld. Dus oké, dan is het kennelijk oké om over te praten. Ze heeft een schildklierprobleem en daardoor is afvallen gewoon wat lastiger. Niet dat ze overgewicht heeft, echt totaal niet. Maar zoals ik zeg, bij fietsers ieder grammetje telt. Maar we zijn er bij haar achter gekomen dat het helemaal niet zo erg is als ze ietsje meer weegt. Want ze maakt echt gigantische sprongen in haar trainingen. Dus ze gaat nu echt 100% voor gewoon voldoende eten en knallen in haar trainingen. Boven ieder 100 grammetje afvallen wat maar kan. En dat vind ik zo'n goed voorbeeld voor ook in de wielrensport. Want in de topsport, jongens, zitten nog steeds de allermeeste eetstoornissen. Ik merk het bij zoveel topsporters. Ze willen alleen maar minder wegen. Want ja, zeker in duursporten, je hoeft het allemaal niet mee te nemen. Maar dat geldt zeker niet altijd dat dat beter is. En daarmee geeft Linda, vind ik, echt een super mooie boodschap af. Dus dankjewel voor het delen, Linda. Bij deze ga ik ook de vlog afsluiten. Ik ga naar mijn werk. Nog eventjes wat aan dit haar doen. Dan ga ik naar mijn werk. En ik zie jullie heel graag weer in de volgende vlog. Doei doei!